Ik denk dat onderwijsfilosofie van belang is aan de universiteit. Natuurlijk omdat we een onderwijsinstelling zijn, maar ook omdat het van belang is om onderwijs als een complex maatschappelijk vraagstuk te zien. Ik ben Lisbeth Noordegraaf-Elens. Ik ben hoogleraar aan de Erasmus School of Philosophy. En ik hou me bezig met onderwijsvernieuwing en ik probeer maatschappelijke vraagstukken aan onderwijs te koppelen. Als ik het dan heb over die combinatie tussen onderwijs en filosofie, dan heb ik het aan de ene kant over reflectie, door middel van filosofische theorieën. Maar met de PhD-studenten probeer ik ook juist te zoeken naar eigen ervaringen en die in te brengen in het onderzoek. Want ik denk dat we dan iets heel interessants kunnen krijgen als je een ervaring plaatst naast wat er in de filosofie gebeurt. En naar die grenzen ben ik weer op zoek. Die wil ik gaan onderzoeken met PhD-studenten. Wat ik probeer te doen in onderzoek, en daar zit denk ik ook de filosofische waarde, is dat je alles heel erg gelaagd gaat zien. En van daaruit kun je veel aanknopingspunten maken met je eigen praktijk. En dat is ook waar we naar op zoek zijn natuurlijk, PhD-studenten die hun eigen praktijk in willen brengen. Een mooi voorbeeld van hoe een onderzoek eruit kan zien. Speelt zich ook af in een onderwijssetting. En die onderwijssetting is zo dat daar studenten van de universiteit zitten met kunstvakopleidingen. Die volgen samen onderwijs. Een van de eerste dingen die daar naar boven komt zijn spanningen. Want al die mensen kijken anders naar de werelden waar ze vandaan komen. En ze hechten daaraan natuurlijk, want in die wereld zit hun passie. Promovenda die daarmee bezig is, gaat weer onderzoeken van ja, hoe kunnen we nu vanuit die spanningen iets nieuws gaan creëren. Als je besluit om een PhD te doen of je denkt daarover, is het wat mij betreft ook heel erg belangrijk dat je je veilig voelt waar je gaat werken. Veilig voelt tussen de mensen waar je mee gaat werken. En daar doen we natuurlijk alles aan om dat voor elkaar te krijgen. En wat daar ontzettend bij helpt, is dat we dus in Rotterdam echt een hele levendige PhD-community hebben. Ook van PhD's met allemaal verschillende achtergronden. Daarna is het ook een opleiding die zich echt wel kenmerkt door ja, het face-to-face contact. Het is één verdieping waarop mensen zitten die elkaar kennen. Dus als je expertise nodig hebt van iemand anders dan van je begeleider, dan is die ook eigenlijk altijd voorhanden en is er heel veel bereidwilligheid om dat te doen. Dus volgens mij zijn dat wel belangrijke kenmerken van een PhD-traject en ook van de omgeving waarin je als PhD-student terechtkomt.